Broer, Polk heeft niks op jou, man. Hey, wat ben je aan het doen? Hallo, mappie. En ook een dikke hallo, een goeiemorgen naar al mijn kijkers. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Zoals jullie zien ben ik lekker thuis. Mijn dochter is gek aan het doen. Het was een drukke, zware week, kan ik wel zeggen. Maar nu eindelijk vrij. Lekker genieten van het weekend. Ik ga straks wel barbecue. Ik kan nog afspraak met barbecue staan. Maar hey, dat is in principe gewoon lekker relaxen. En dan is gelijk bij de studio. Dus we gaan ook gelijk weer aan muziek werken. Een heel team komt. Dus even wat futurings eruit slepen. En ik ben hier nog lekker even thuis aan het genieten. Mijn nippie is hier met je mooie lange haren. Jij bent ballon. Dat is een mooie ballon, hè? Ja. Ja? Hoe gaat het met Moppie? Ja. Gaat het goed? Krijg papa een koe? Oh, nou dat is de beste koe aller tijden. Maar in ieder geval, ik ben lekker hier met mijn nippie nip. En Wat doe je nou? Wat doe je nou? Mijn t-shirt, kiefes, fines, dat is dom. Mijn t-shirt, kiefes, fines, dat is dom. Oh. Mijn t-shirt, fines, dat is dom. Ben je aan het pauze? Dat is dom. Kiefes, fines. Mijn pad daar geen licht. Mijn pad gaat in vol met gewicht. Ik zei Lanny Briggs. Ja. Ja, ja, ja. Mijn pad gaat in vol met gewicht. Ik zei Lanny Briggs. Dat is echt mijn poeken, jongen, deze tijd. Hallo, baby. Hallo, meisje. Hey, baby. Pak op. Rustig, we zijn er. Je bent er? Sowieso. Gang en gang in de building, man. Ja. Hey. Jongens, ik ben ondertussen in Haarlem en we zijn lekker aan het chillen. Een paar boys zijn buiten aan het chillen. Een paar mensen zijn hier FIFA aan het spelen en zo. Ik ga jullie straks even iedereen laten zien en even checken. Nou, 1-0 hier zo. Lekker man. Je bent Real Madrid, hè? Ja. Lekker pik. Madrid kampioen. Ja, je bent ook voor Madrid. Feyenoord. Voor Madrid en Feyenoord. Nou, dat was een goed jaar, hè, dan weer. Dat was een goed jaar. Tommy! Vol in die cam, gang, gang. Tommy. Kaskoos! Oh, technische directie van Feyenoord hier zo, je weet toch? Jam, jam, damn, fuck up, bro. Lekker man, met jou, bro. Lekker man, bro, lekker man, bro. We zijn er, man. Ja, we zijn er. Ik wil straks eigenlijk een stukje quad rijden, man. Quad rijden? Nee. Je weet, dat is wel risico, man. Je mag bij mij achterop, mag je me zo vasthouden, man. Ik ben Teddy Bear, toch? Gezellig, man. Even daten, dan gaan we op date. Ding, man. Heb je ook kaarsjes en zo? Ja? Hij zit op de quad. Laat deze zometeen opkomen en dan rij ik gewoon heel rustig weg. En dan met die heel zachtjes gas geven. Als je veel gas geeft, vuur. Bro, ik zag je net vliegen, man. Ik vind het gelijk eng geworden. Ja, je moet gewoon rustig. Oké, okay, wat moet ik doen? Wat moet ik doen nu? Kijk, die koppeling heel... Eerst even oefenen. Nu moet ik nou los. Koppeling, koppeling. Nog meer? Je kan er bijna iets aan later nog. Oké, is er één. Wacht maar. Die koppeling moet je rusten. Want als je helemaal rond kan niet los, helemaal. Je kan hem niet laten schieten. Pakken,
Nee. Dit is die FIFA struggle life wanneer zeg maar, wanneer je controle leeg is. Ja man, maar hij staat wel voor, hij staat wel voor. Dat toch. Tom je aan het verliezen tegen iemand die een halve meter draad heeft man bro. Ja, komt goed man, tweede helft, gang gang. Niks aan de hand vriend. Wat de rugpijn. Wat de fuck aan schetser. Je wil 4 minuten wedstrijd bro, je gaat pak sla krijgen nu gewoon. Dus 3-0 worden. We zijn van het snelle leven, van het snelle geld, begrijpen. Dus ook van de snelle potjes FIFA. Maar deze guy is van het trage deel, begrijpen. Hij wordt uitstof van executie toch. Maar voor executie is het nooit te laat bro. Ja, yes, jongens, we hebben nu een soort van challenge. Iedereen gaat een poeko opnemen eigenlijk. En dat moet in een bepaalde tijd gedaan worden. En we hebben geloot, studio's uitgekozen. Dat is wel gek als je 3 studio's hebt. We zijn zelfs nu 4, eigenlijk daar nu daar is een groepje bezig. Boven zijn er 2 bezig en wij zijn niet bezig. Dus in totaal zijn we met 4 en dan 3 studio's. En dan, ja, sick man dit. Zegt alle vrijheid. Ik ben trouwens met Keizer SOC. Pauw, 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 pauw. Iedereen door de schredders. Bouw, 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 bouw. Nou, James, je bent er bro? Lekker man. Pauw, pauw. Pauw, pauw, pauw man. Fuck het om hier. Lekker man. Gewoon chanting. Ja, maar wil ik aan schrijven of? Jullie horen weinig, maar dat komt dat het echt geluidsdicht hier is. Mensen werken ook graag in het donker. Oh, even kijken wie hier bezig zijn. Nou afkijken bij ons bro? Bro. Nou afkijken. Challenge. Laat me een klein stukje horen dan. Hey, laat me een klein stukje horen. Afkijken. Dus hij heeft allemaal beats en ik heb allemaal teksten en we zijn. Kijken wat er bij de pas. Hey, toch zo snel mogelijk zoveel mogelijk. Maar mij heeft de andere deel van Keizer SOC het over. De buurman die belt de politie. Want het volume gaat te ver. Gaat er? Ver. De crew is in positie. Hey, de crew is in positie. Is staat voor de deur. Zombie, die staat voor de deur. Hey. Buurman die belt de politie. Police! Hey. Hey, joh, mijn buurman, dat is een klootzak. Want mijn buurman houdt niet van muziek. Maar ik heb schijt en dat ligt in die wakker van. Zet het volume harder in de bas op 10. Ik heb een feestje hier, zo wat elke dag. Ik kan er niks aan doen, want ik heb vele vrienden. En ik ken ze niet, maar het is echt gezellig. Mijn man, dit feest niet fysiek. Jongens, we kijken hier is de derde studio. Nou, gek is, jullie zijn bezig? Ja, man, bro. Ik ben er klaar, man. Je bent aan het staken, bro. Nee. Je komt even. Nee, ik heb al. Mijn tekst is al klaar. Ik weet het dat hij van 3 weken geleden is. Ben je haat er nou? Ben je haat er nou? Jam, jam. Hey jongens, luister, er komt Sham op de markt, man. Ja, man. Maar ja, vele producer? Ja, sowieso. Lijkt me, jullie pakken een oldschool hype aan, gewoon ijs. Ja, toch, bro, ja, toch, bro. Ja, toch? Ja, man. Ja, maar alsjeblieft. Sowieso, volg ons op Instagram. Sorry, man. Ja, maar volg me op Instagram, man. Samshirtam, neef. Als je dat niet doet, slaap je. Winterslaap. Slaap doen als we dood zijn, begrijp je? Volg me, man. Neef. Ja! 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 Ja. Love van jou, man, bro. Soldier, man. Volle ass soldat. Soldat. Lekker, man. Tegelijk, ik ga stukken. Ik zweer man, sinds ik al met Sam Chatham. Ik ga stukken, sinds ik met Sam Chatham ben, wij hebben een gekke band man bro. Je weet toch? Ga je altijd brokken, vlammen elkaar, maar de lobby is ook hoog man. Ik verlies en pak daarna weer goud met een. Zag mijn mama in de stress, boys in de buurt met de gun in de dash. Van wat doen is gemaakt, waarschijnlijk was alles een les. De een werd gelukkig, de ander gekwetst, ja ik heb de klappen gekend. Oh, je had nog geen vraag? Yes jongens, we zijn aan het tapen, maar ik zit in een kleine studio en kijk hier, mijn hoofd komt gewoon tegen het dak aan man. Laat staan als ik nog een pet op heb. Maar in ieder geval, ja, we zijn aan het opnemen en ik heb geen refreintje af of zo. We zijn wel bezig met de challenge met wie als eerste poeko afkrijgt. Maar ik heb wel een hele sterke first, dus misschien dat in mijn voordeel werkt voor de contest winnen. Maar wat gaan we nu doen? Backups? Backups, adlibs. Ja toch? Pijn. Zag mijn mama in de stress, boys in de buurt met de gun in de dash. Veel door mijn keuzes gemaakt, maar hey, waarschijnlijk was alles een les. De een werd gelukkig, de ander gecrashed, ja ik heb de klappen gekend. De mind heeft een andere set, we vallen nu op, nee we vallen niet weg. Ik ben zo trots op de boys, al een stand was hard in de wijk. Zoveel moeders in de bijstand, zelfde struggle en andere grind. Jij hebt een andere kijk, maar jij kon het zien wat we zagen. Jongens die hadden een droom, maar
We zijn door de crisis verslagen. Super laat, man. Ja, man. Hey, ja, bro. Ja, man. Kapot, man. Ja. Lekker, man, bro. Samurai saus. Lekker, man. Bolombo. Yo, bro. Hey, bro. Ik film die tas op, bro. Oh, ik ben zo lachen. Leg even die situatie uit dan. Wij zagen spullen van Bolombo liggen. Wij zagen het Bolombo op de bank, je weet toch? Kijk broer, wat wij deze tas op eens halen. Ja, hou eerst die eerste eruit. Die. In welke? Ja, die schoen, handschoen. Eerst twee. De handschoen, ik denk. Je weet toch, zijn very tight. Nu komt die Bruce Jenner tafereelen. Nee. Broer, Pop heeft niks op jou, man. Nee, man. Hey, Lach, man. Fuck you, man. Hey, laat me aan. Shit, man. Wat doe je met die haarbandje? Dat is niet van mij, man. Ik heb het gewoon hier gevonden. Broertje. Bruce Jenner, man. Shit, je ziet eerst twee handschoenen en je denkt humor en naar je ziet. Shit. Oh ja, ik heb zo'n pijn in mijn buik. Hij was ook even tandloos, hij wist niet wat hij moest zeggen. Onlust niet voor mij, onlust. Hij was geschrokken, hij dacht, is niet van mij, is niet van mij. Wat een smut, man. Hé. Hey. Ja, maar die tas lag wel echt dicht bij je, man. Een dag niet gelachen, ja, is een dag niet gezweet. Ja, man. Hé, bro, we hebben vandaag wel sterke haarband opgebouwd, man. Shit, man. Nee, lekker, man. We geloven je, man, bro. Oh, dit was echt de lachie van de avond, man. Oh, joh. Man, zelf bijna denken, nieuwe vlog, nieuwe dag. Het is gewoon het einde van de vlog. Het is al licht ondertussen buiten. We zijn echt lang in studio geweest. En ja, man, bro, we moeten een omweg rijden of zo, hè? Ja, man. Dat is afgesloten. De A4 is afgesloten. En we rijden dus nu gewoon in Wassenaar. En ik zie dat mooie huizen, gewoon Disneypaleis er bijna, man. Een droom is het wel echt een mooi huis of zo, man. Ja, ik heb wel een vagetje wegen zijn dunnie, man. Ja? Ja, man. Ligt aan mij. Kan wel. Ik ben gewoon moe. Kan ook, man. Ja, jongens, ik dacht dat ik mijn vlog had afgesloten, maar ik ben het waarschijnlijk vergeten. Dus ik ga hem nu snel afsluiten. Vergeet niet te liken, te subscriben en dan gaan we met de volgende dag beginnen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hou van jullie en tot de volgende vlog, man. Hele rare einde, maar niet uit. Ik hou